De omvang en stand van het funerair erfgoed, historische begraafplaatsen in het district Kommerwijnen. Dit was het thema van de openbare lezing die het directoraat cultuur gisteren in samenwerking met de stichting Openluchtmuseum Fort New Amsterdam heeft georganiseerd. Het thema is ingeleider Philip Dikland, die intensief onderzoek gedaan heeft naar de aanwezigheid en de staat van historische begraafplaatsen in het district. Dikland ging in op wat hij met zijn onderzoek wilde bereiken. Interesse kweken voor het erfgoed in Kommerwijnen in zijn algemeenheid en dan het funerair erfgoed in het bijzonder. Deze lezing is gewoon een algemeen, iets algemeens wat je doet om mensen bewust te maken van hoe mooi dat erfgoed nog is, dat het er nog is, dat het ook mooi is, dat het waardevol is en dat je er dus heel zorgvuldig mee moet omspringen. De onderzoeker heeft de ondersteuning gehad van deskundigen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Stanley Sidoel, directeur van het directoraat cultuur, vertelt wat hij van het initiatief van Dikland vindt. Dat we meer gaan onderzoeken, omdat dat belangrijk is. Het is ons zijn als Suriname, het is ons erfgoed. En veel is nog ononderzocht gebleven, ongedocumenteerd gebleven. Dus wat wij nu met ons actiever erfgoedbeleid proberen te bereiken, dat veel zaken onderzocht worden, gedocumenteerd worden. En het verhaal erachter ook goed neerpennen. En dat toevoegen aan onze nationale geschiedenis, ons nationale verhaal. En dat is goed voor dat proces voor natievorming. Want je bent een natie, maar welk verhaal vertelt je? Wat is je achtergrond? En dat is hem. Dus dat is ons deel als directoraat cultuur en we hebben een actiever erfgoedbeleid. En vandaag is het specifiek gesproken over het funerair erfgoed. Oude begraafplaatsen. We zijn bezig met Oranjetuin. Dat is de aanleiding voor dit alles. Oranjetuin is een monumentale site midden in de stad. Waar belangrijke mensen zijn begraven uit de koloniale periode. En we zijn nu bezig een plan op te maken om te kijken van wat te doen met de Oranjetuin. Er wordt nu heel veel werk verricht om het schoon te krijgen. Je moet een keertje gaan kijken. Het heeft echt veel voet in de aarde gekocht om overwoekerd Oranjetuin weer schoon te krijgen. En nu zijn we in de fase beland om met z'n allen te bekijken van wat gaan we doen met Oranjetuin. Gaan we het herstellen? Gaan we daar een mooie park van maken? Iets modern, maar wel met behoud van de graafmonumenten er zijn. Stanley Sidoel, directeur van het directoraat cultuur, gisteren tijdens de openbare lezing over funerair erfgoed gehouden in het Fort New Amsterdam.